Goedemiddag iedereen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ik ben er weer, Zelda 22. In de vorige aflevering hebben wij in de Deku Tree, zijn we erachter gekomen tot hij dus gecursed is. Of dat was al in de eerste aflevering, weet ik al niet meer. Mijn geheugen wordt slecht. Maar goed, hebben we dus zeg maar de hele eerste dungeon geëxplored. En zijn we dus terechtgekomen bij onze eerste boss. Laten we maar erin gaan. Oké. Okay. Oké. Ze hebben hier koud ijs. Koud ijs voor de mensen. Koud ijs is zeg maar wat ze bij wijze van spreken bij griezelparken gebruiken of bij Halloween. Dat je zeg maar zo'n rookwaas over de grond krijgt. Wat ook wel voor films gebruikt. Dus oké, nou wat zien we daar kruipen? Ik zie je wel kruipen. Waarom doe je het niet? Dank je. Jij bent lelijk. Dames en heren, onze eerste baas, It's a Goma! Weten jullie nog van die CGI-pleteren? Oké, nou, het eerste wat we dus moeten doen is, we moeten dus zeg maar zaadjes op dat rode oog schieten. En dan moeten we dus gaan hakken, hakken, hakken. Dat is de manier waarop dat je deze baas verslaat. Dan probeert hij dus zeg maar eruit te knijpen door op een muur te klimmen, want het is een spin. In de oorspronkelijke Zelda was Goma al eigenlijk dus zeg maar een baas die bestond. En die baas die moest je dan zeg maar verslaan door pijlen naar hem te schieten. Oké, nou wil je hem in de gaten houden totdat hij zijn ogen weer rood gaat gloeien. Wacht hè, nu valt hij weer naar beneden toe en dan kun je hem weer hakken. Dit is de manier waarop dat je deze baas moet verslaan. Meer hoef je niet te doen en we hebben hem verslagen binnen 1 minuut. Hele makkelijke baas. Ach, hij verbrijzelt helemaal. Ik wist niet dat ik een vlammenwerper zwaard had. Nee, ik wil. Nou, bij elke Zelda game is het dus zeg maar gewoon een standaard gimmick dat op het moment dat je een baas verslaat je een hartcontainer krijgt. En een hartcontainer zorgt ervoor dat je dus 1 extra hartje krijgt in je levensmeter, waardoor dat je dus meer klappen kan opvangen dan eerst. Hartstikke handig. Nou, voordat ik hier inga, moet ik jullie waarschuwen. Er komt nu een gigantische storyline, dus ik ga het gewoon allemaal netjes voice acten. Dus ja, dan zijn jullie op de hoogte tot er dus nu heel veel uitgelegd gaat worden. En ik ga proberen in het kort in het Nederlands te vertellen, want alles wordt gewoon Engels voice act. Maar ik ga dus in het Nederlands in het heel kort samenvatten wat het dan zeg maar is op het moment dat ik had zien geweest is. Dus... Well done, Zepi. Zo, je stem is in één keer veranderd, nu al. Oh, sorry. Well done, Zepi. Thou has realized, demonstrated high courage. I knew that thou wouldst be able to carry out my wishes. Now, I have yet more to tell ye. Wouldst thou listen? Ook al zeg je nee, hij zegt het toch wel. Now, listen carefully. A wicked man of the desert cast this dreadful curse upon me. This evil man ceaselessly uses his vile sorcerous powers in his search for the sacred realm that is connected to Hyrule. For it is for it is in that sacred realm that one will find the divine relic, the Triforce, which contain the essence of the gods. Dit ziet er trouwens heel mooi uit in 3D. Before time began, before spirits and life existed, 3 golden goddesses descended upon the chaos that was Hyrule. Din, the goddess of power. Nyru, the goddess of wisdom. And Faror, the goddess of courage. Thank you.
Din. With her strong flaming arms, she cultivated the land and created Red Earth. Nehru powered her wisdom into the earth and gave the spirit of law to rule the world. Faror, with her rich soul, produced all the life forms who would uphold the law. The law! The three great goddesses, their labors completed, departed for the heavens. And golden sacred triangles remained at the point where the goddess left the world. Since then, the sacred triangles have become the basis of our world's providence. And the resting place of the triangles has become the sacred realm. Thou must never allow the desert man in black armor to lay his hands on the sacred Triforce. Thou must never suffer that man with his evil heart to enter the sacred realm of legend. That evil man who cast a death curse upon me and sapped my power. Because of that curse, my end is nigh. Though your valiant efforts to break the curse were successful, I was doomed before you started. Yes, I will pass away soon, but do not grieve for me. I have been able to tell you of these important matters. This is Hyrule's final hope. Zabi, go now to Hyrule Castle. There, thou wilt surely meet the Princess of Destiny. Take this stone with you, the stone that man wanted so much that he cast the curse on me. Got the Kokiri's Emerald! This is the spiritual stone of the forest, now entrusted to you by the Great Deku Tree! Yay! The future depends upon thee, Zabi. Thou art courageous. Navi the Fairy, help Zabi to carry out my will. I entreat ya, Navi. Goodbye. Dat is nogal deprimerend. Oké, sorry, ik zou een kop houden. Let's go to Hyrule Castle, Zabi. Goodbye, Great Deku Tree. Oké. Sorry, daar moest ik van heel even. Maar goed, eventjes dit verhaal in de noten op. Er zijn dus drie goden. Die hebben dus Hyrule gemaakt. Daar komt het eigenlijk op neer. En voordat ze de wereld hebben verlaten, zijn ze dus zeg maar bij de, wat nou de zekere realm is, hebben ze dus zeg maar drie driehoeken achtergelaten die dus zeg maar die drie dingen zoals power, wisdom en courage. Met die drie samen heb je dus zeg maar dan heb je macht, weet ik het allemaal nog meer voor de mensen die dezelfde storyline niet kennen. En dan kun je dus zeg maar wensen doen en alles. Dan kun je dus de hele wereld veranderen. En dan is er een duistere man uit de desert, uit de woestijn, die dus zeg maar op zoek is naar die kracht. Nou, dan hebben wij één steentje gekregen. Die man die wou die steen hebben, die heeft dus zeg maar de boom vervloekt. Omdat, vervloek jij boom! Omdat we dus zeg maar die steen niet wouden geven. En nou heeft hij die steen aan ons gegeven, net voordat hij dood is gegaan. Oh. En dan moeten we dus zeg maar naar Hyrule Castle om de prinses daar te ontmoeten van Destiny. Of ja, van Destiny's in NL, weet ik. Goed, maar dat is eigenlijk een beetje het verhaal in de notendop. Wil jij alsjeblieft aan de kant gaan? Ik moet naar Hyrule. Hallo, wil jij alsjeblieft aan de kant? Wil jij alsjeblieft... Wil... Luister. Ik heb een zwaard. En als jij nou niet heel snel met die lelijke bakkers van jou aan de kant gaat, ben ik ook genoodzaakt hem te gebruiken. Ja? Je knikt ja, dus het zal wel goed zijn. Zie je hoe stoer dat ik ben met mijn zwaard? Nou, aan de kant! Oh.
Man, ik moet echt met hem praten, hè. Hey, Zepi, what did you do? The great Deku Tree. Did he die? How could you do a thing like that? It's all your fault. Oh ja, tuurlijk. Geef mij maar de schuld en dan laat je me gewoon passeren. Ik wou heel eventjes in mijn gezicht schrijven dat alles mijn schuld is. En dat de wereld gaat kapot gaat door mij. Dat het allemaal mijn schuld is. Nou, waar ben je? Je bent... Oh, natuurlijk heeft mijn zwaard gezien. Dat is gelijk een vlucht, natuurlijk. Oh, wat een wimp. Oké, nou, er is niet echt veel wat we hier nog verder kunnen doen. Dus ik denk dat we inderdaad, zeg maar, Kokiri Forest maar gaan verlaten. En dat we maar richting Hyrule Field gaan. Dus als we daar naartoe gaan, krijgen we weer een cutscene. Oh boy, oh boy. Ja, deze aflevering zit vol met cutscenes. Mijn excuses daarvoor, ik kan er heel weinig aan doen. Maar goed, laten we maar eens eventjes weggaan. Doei! Oh, you're leaving. Oh ja, sorry Sarah. Ja, luister. Ik heb een tijdschema. Ik moet naar Hyrule Castle toe. Dat heeft die boom gezegd, dus. I knew that you would leave the forest someday, Zepi. Because you are different from me and my friends. Oh? Hoezo dan? Is mijn neus niet puntig genoeg voor je? But that's okay. Because we'll be friends forever, won't we? Nou, als je zo al begint dat ik anders ben dan jullie, dan weet ik het nog niet zo zeker, hoor. I want you to have this ocarina. Please take good care of it. Oké. Ik heb een fluit. Yay! You received a fairy ocarina. This is a memento from Zeria. Set it to something and press something to start playing it. On the select item subscreen, ik geef je heel veel tutorial die ik later zal geven. Dus skip het alsjeblieft vooruit en leg het half eventjes uit, ZP. Oh. Het is misschien heel erg makkelijk om eventjes het zelf uit te leggen, omdat deze tekst nergens op slaat. When you play my ocarina, I hope you will think of me and come back to the forest to visit. Misschien. Heel misschien. Dus, maar goed, ik moet er vandoor. Weet je wel, straks tijdschema, ik moet naar Hyrule Castle. Ik moet er nou zo snel mogelijk naartoe. Dus, doei! Kijk niet zo zielig. Jij bent degene die beledigend gelijk is. Je bent anders dan anderen. Nou, ik heb nog niet eventjes de tijd om de ocarina te laten zien hoe dat werkt. Maar dat laat ik dadelijk meteen eventjes zien. Dus maak je daar maar geen zorgen over. Hyrule Field. Een van de grootste plekken. Echt, dit was gigantisch toen die tijd. We dachten echt bij ons eigen van, holy snatchies, dat is groot. Kun je nagaan. De eerste keer toen we dit allemaal in 3D zagen. Echt, onze mind was blown. Ik vind het zo jammer dat we dat gevoel zeg maar niet kunnen. Dat jullie dat gevoel niet kunnen evenaren. Omdat wij hebben altijd toen die 2D platform games gespeeld. En dan in één keer in 3D. Dat was gewoon wauw. Oh boy, nee, niet hij. Oh nee. Oké. Hoe doet het? Oh, je begint toch voor hem door te praten. It appears that the time has finally come for you to start your adventure. You will encounter many hardships ahead. That's your fate. Don't feel discouraged, even during the toughest times. Go straight this way, and you will see Hyrule Castle. You will meet a princess there. If you are lost and don't know which way to go, look at the map. The areas you have explored will be shown on the map. Press start to enter the subscreens and Z and R to find the map. On the map subscreen. Oh, alsjeblieft, ga niet alles uitleggen. Did you get all that? Ja! Alright then, I'll see you around. Hoed, 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 hoed! Ze maken een Pokémon voor mij! Juist. Dus zonder dat we onderbroken werden door die L, wat nog vaak gaat gebeuren, moeten we dus zeg maar zo snel mogelijk naar Hyrule Castle. Nou, het makkelijkste wat je kan doen is, heel gek, achteruit lopen. Op deze manier. Je kunt ook backflips doen. Maar dit loopt sneller als vooruit. Dus wat ik aanraad is gewoon zo naar achteren te lopen. Geloof me, dit wil je doen. Anders heb je een hele avond verspild. Dadelijk. Want als het avond is kun je dus zeg maar Hyrule Castle niet in. Maar kun je dus nagaan hoe groot en hoe... We zien dus zeg maar die map. En ik loop nou wel weer vooruit. Kun je nagaan dus hoe groot dat die map wel niet voor ons was. Ik bedoel, wij hadden alleen maar een 2D overhead view in de eerste Zelda games. Dus wij waren echt helemaal
gemindblowed bij het feit, zeg maar, dat dit gewoon helemaal in 3D was. Dat je dus alles kon onderzoeken. En ja, ik weet dat ik heel erg veel jonge kijkers heb. Dus ik vind het echt jammer dat ik jullie niet kan vertellen hoe dat die ervaring is geweest. Oh, trouwens, heel erg handig. Als je hier op tijd bent, kun je hier even opkleden. Nee! Nee! Wat doe ik? Nee! Nee! Dit menen we niet. Dit meen je niet. Ja, dit menen we wel. Je kunt daar die ketting op klimmen en dan krijg je dus zeg maar heel veel rubies. Het is nu avond en in de avond is het dus zeg maar heel erg vervelend. Want er komen hier dus de hele tijd zeg maar vijandjes die spawnen. En in de avond is hier... Wacht, we kunnen wel eventjes iets doen. We kunnen wel eventjes iets doen. In plaats van naar Hyrule te gaan, wil ik toch eventjes een beetje dan laten zien hoe dat die exploring eigenlijk een beetje gaat. Echt serieus, ik draai de hele tijd terug, maar er zit een delay. Er zit een slight delay, zeg maar, op het moment dat je dus, zeg maar, terugduwt. Dus dat was met de controls van vroeger zo. Dus vergeet niet, het is het eerste 3D-spel, maar... Oké, nou, wat we gaan doen is, we gaan gewoon heel eventjes naar London Ranch. Dat is, zeg maar, die middelste cirkel waar we nou dus, zeg maar, voor ons, dat is London Ranch. En als we daar naartoe gaan, dan kunnen we daar alvast het een en ander gaan doen. Introducing een nieuw venstertje, dus net zo makkelijk. En als ik me niet vergis, kunnen we daar ook weer een paar Skulltula's krijgen. Dus zeker handig om dit al gelijk even te doen, aangezien Skulltula's alleen maar verschijnen in de avond. En ik geloof dat er hier ook eentje in zit. Nee. Oké, ja, er vallen hartjes, maar serieus. Ga toch fietsen. Dus we gaan gewoon naar London Range, lijkt mij het makkelijkste. Dan bewaren we die Zelda zut wel voor de volgende keer. Ah, spoilers? Nee, natuurlijk, Prinses Zelda. Ho, 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 ho. Probeerden het zo lang stil te houden en dan toch die fout maken. Nou, er zit hierboven, om precies te zijn daar, er zit dus zeg maar ook een Skulltula, maar die kunnen we op dit moment niet pakken omdat we daar een ander item voor nodig hebben. Dus zeker onthouden tot er daar eentje zit en dan komt alles verder wel goed. Nou, aan deze boom zeg maar, als je daar tegenaan rolt, dan valt er ook nog eens een Skulltula uit. De Skulltula's die kunnen dus zeg maar op diverse plekken komen. Alleen maar in de avond door tegen een boom aan te rollen kan er een Skulltula uitkomen. Ze kunnen onder stenen zitten. Ze kunnen echt heel erg goed verborgen zitten. Dus hou daar rekening mee. Nou, het eerste wat we nou willen gaan doen is... we willen heel eventjes zeg maar hier de ranch in. Dus... dat is hier. Want je kunt dit eigenlijk al gelijk doen. Wat zeker handig is. Wat zeker heel veel tijd gaat schelen later in het spel. Dus zeker heel erg handig. Want als je hier naar de binnenkant toe kijkt van deze... dinges. Of zit hij aan de buitenkant? Zie je echt aan de buitenkant? Hij zit aan de buitenkant. Die zet daar ook nog een Skulltula namelijk. Eventjes handig om te weten. In dorpen verandert de tijd niet. Dus als je door Hyrule Warriors heen... Of Hyrule Warriors... Mijn audio content laat nergens op. Als je door Hyrule Field heen loopt, dan verandert de tijd. Dus dan heb je dag en nacht systeem en de zon gaat onder en op. En... Dus als je door Hyrule Field heen loopt, dan verandert de tijd. Maar ben je dus in een dorpje, zoals bijvoorbeeld de Kokiri Forest of London Ranch of in Hyrule Castle of in een andere stad die we nog tegen moeten komen... Hou er rekening mee, in stadden en dorpen altijd is de tijd bevroren. Dus je kunt hier oneindig lang wachten, maar er zal dus zeg maar niks veranderen. En daar is die Skulltula waar ik het over had. Kijk wel uit met Skulltula's, want Skulltula's kunnen een enorme damage doen. Ze zitten stil, dus het lijkt me sterk dat je erdoor geraakt wordt. Maar als je erdoor geraakt wordt, doen ze een heel hartje schade. En dat is in dit stadium nogal pijnlijk, dus daar wil je zeker voor uitkijken. Nou, dan hebben we hier nog een toren. Dat wil ik zeker nog heel even in deze aflevering doen, voordat ik het afgesluiten. Dus als we deze toren namelijk ingaan, dan komen we namelijk heel erg veel... Pam, pam, pam... Koeien tegen. Zo, dat is spannend. Nou, deze koeien die zullen niet echt heel erg veel boeiend op dit moment zijn. Dus gewoon negeren die hap. Maar wat we hier willen doen... Dus we willen hier een kleine schuifpuzzel eventjes doen. Ik geloof me, deze is niet moeilijk. Dus deze puzzel is heel makkelijk om te doen. Dus geen zorgen dat het zeg maar, veel tijd zou gaan kosten, want dat is het absoluut niet... Als je zeg maar dat achterste blok wat we daar zien, als we dat één tikkeltje naar achteren schuiven, zo, dan kunnen wij dus zeg maar bij die muur komen en in die muur daar zit dus zeg maar zo'n kruipruimte waar we dus zeg maar naartoe kunnen gaan. En dat vind ik eigenlijk best wel leuk om dat nou in aflevering 3 te doen. Als we door die kruipruimte heen gaan, dan zien wij daar een klein hartje liggen. Nou, een klein hartje, dit zijn zeg maar in dit spel, voor de mensen die mijn Wind Waker Let's Play hebben gezien en Skyward Sword, dit is hier de Piece of Heart.
Dus, voor de eerste keer zien we dus zeg maar de edit dinges van de Piece of Heart. Zien we gelijk dat er dus 24 pieces te vinden zijn. En ja, dit is de eerste die we gevonden hebben. Hartstikke leuk. Vinden we de 4, krijgen we extra hartcontainer en hebben we dus meer elf. Nou, dat is eigenlijk hetgene wat ik, ja, waar ik het wil bij gaan laten in deze aflevering. Dus ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Sorry voor zoveel cutscenes. Maar ja, het spel heeft een verhaallijn en daarvoor hebben we dus cutscenes. Dus ja, dan heb je af en toe wel eens afleveringen waar je heel erg voor cutscenes zitten. Maar ja, we hebben ook weer heel veel dingen voor elkaar gekregen. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En vind je de serie leuk? Laat het dan zien door een like achter te laten als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dit was Zeepie, Zelda Play 20. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien in de volgende aflevering. Doei!